Goedendag, we zitten echt in een weerbeeld dat duidelijk wat meer winters is. Regionaal ligt er ook sneeuw momenteel. Hier achter mij ook een wintersplaatje met ook gladheid op deze wegen. Want niet overal wordt er gestrooid natuurlijk. En vannacht is er echt wel wat winters en neerslag gevallen. Hier zien we ook zo'n strooiwagen. Nou, voor komende avond en nacht verwacht ik nog veel meer strooiwagens op de weg. Want we krijgen nog meer winters en neerslag. En dat zal regionaal ook weer tot een sneeuwdek gaan leiden. We beginnen met de weerkaart van vanmiddag 1 uur en dan is het relatief rustig in Nederland, hoewel dit weermodel niet de buitjes heeft die momenteel in het noorden vallen. En er komen nog meer buien aan vanuit het noordwesten. Vanavond dan kunnen er toch alweer een paar winterse buien gaan vallen. Hier zien we ze overtrekken, kans op sneeuw. En dan komende late nacht en vroege ochtend, dan trekt er ook een gebied met neerslag over. En ook dat kan sneeuw opleveren, met name in de oostelijke helft van het land. En dat kan in de ochtend nog wel eventjes doorgaan. En daar kan dan een heus sneeuwdek gaan ontstaan, omdat de temperaturen laag zijn. Vanavond rond 8 uur, dan hebben we al te maken met temperaturen net iets boven het vriespunt. Maar die temperatuur gaat dalen en dan kunt u zich voorstellen dat het glad kan gaan worden als er sneeuw valt. Dan blijft die sneeuw natuurlijk liggen. Maar ook andere neerslag kan ertoe leiden dat het glad gaat worden, omdat de ondergrond dan bevroren is. We zien hier die temperatuur dalen tot onder het vriespunt. En morgen overdag, dan blijft het ook koud hoor, in het oosten van het land. Rond het vriespunt of er net iets boven. Alleen in het westen van het land, daar kan die temperatuur weer gaan oplopen naar zo'n 4 of 5 graden. En dan de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat is een droge nacht, dan verwacht ik geen neerslag met brede opklaringen. En kijk dan eens naar die temperatuur. Dan krijgen we gewoon te maken in heel het land met vorst. Lokaal zelfs richting de min 4 tot min 5. Dat wordt dus een koude nacht. Het weerbeeld nog eens even op een rijtje voor vanavond. Dan lokaal een winterse bui. Op veel plaatsen zal het ook droog blijven. Maar daar waar zo'n winterse bui valt, kan het wel lokaal glad worden. Verder kan het door bevriezing van natte weggedeelten later in de nacht ook nog wel glad worden. Er is echt wel kans op gladheid. Moeten we echt rekening mee houden. Wind waait uit een westelijke richting, is zwak of matig. En vannacht daalt die temperatuur dan verder. Dan krijgen we wel te maken met 1 of 2 graden vorst. En ook dan is er nog wel een winterse bui mogelijk. En aan het eind van de nacht komt dus vanuit het noordwesten die buien cluster als het ware onze kant op. Dat is een samengeklonterd gebied van buien. En dat levert in het westen dan waarschijnlijk regen op, maar in het oosten sneeuw. En dan kan er ook echt een sneeuwdek gaan ontstaan. Morgen overdag zijn we nog niet direct van die sneeuwval weg. Dat heeft even nodig. Dat trekt naar het zuidoosten uiteindelijk weg. In de middag zal het allemaal wel rustiger worden. Maar de temperatuur die blijft wel laag in het oosten, rond de plus 1, plus 2, terwijl het in het westen dan wel rond die 5 graden kan worden. Wind draait naar het noordwesten over het algemeen en is zwak tot matig. Veel informatie, we hebben er even een kaartje van gemaakt, dan heeft u een beetje een idee. De meeste sneeuw verwachten we echt in de oostelijke helft van het land. Daar kan een sneeuwdek gaan ontstaan van 2 tot 5 centimeter als deze verwachting uit gaat komen. Dan een gebied met wat minder sneeuw, maar toch echt wel kans dat het wat wit gaat worden. En dan in het westen van het land, ja, daar zal het over het algemeen toch wat meer regenachtig zijn. En misschien dat er wel eens af en toe hagel valt of natte sneeuw. Dat is natuurlijk wel goed mogelijk. Een waarschuwing staat er inmiddels al uit, code geel, voor gladheid en winterse neerslag. Nou, die waarschuwing die gaat vanavond in en die blijft dan de hele nacht en waarschijnlijk morgen ook een groot deel van de dag actief. Gaan we even wat verder kijken nog. Het weekeinde en ook begin volgende week. Heel rustig weer, droog weer ook, met maxima rond de 3 graden. En in de nachten lichte vorst. Blijft dat dan ook zo? Nee, dat niet. Want na de wat koudere periode gaan we in de tweede helft van volgende week weer naar temperaturen die een stuk hoger liggen. En bij die hogere temperaturen komt ook het wisselvallige weer weer terug. Nog een fijne dag.